Kunst gaat altijd een relatie aan met zijn omgeving, zowel binnen als buiten. In project Proeftuin Kunst en Landschap onderzoeken we deze relatie in Oost-Nederland. Want kunst staat nooit op zichzelf. Wat kan kunst betekenen in het landschap? Wat brengt het als een kunstenaar en een gebiedsbeheerder samenwerken? Aflevering 3. John Isaacs, Geert de Groot en Monique Schuttenbelt. We'll give people the chance to sit in the landscape and think a little bit. Their relationship to the landscape as well. My name is John Isaacs. I'm an English artist living in Berlin. And I produced the Sleepwalking into the Anthropocene sculpture, which was in Zwolle. Ja, ik ben Geert de Groot. Ik ben voorzitter van de Stichting Kunstwegen. En Stichting Kunstwegen heeft samengewerkt met de IJzerbiennale en in de Proeftuin. Ik ben Monique Schuttenbelt, wethouder gemeente Zwolle. Wethouder van cultuur, cultuurhistorie en nog veel andere dingen. Maar ik sta hier als wethouder cultuur. Ja, hier ligt hij. Totaal wat anders dan de plek waar we net waren. Niet dan? Hier ergens heeft het werk gestaan. Tot het begin van het hoogwaterseizoen. Maar dit is hem dus. En nou ja, je herkent hem wel. Het is het hoofd van Brancusi. Dat is de inspiratie. This deflated sleeping muse seems to be somehow alluding to a much bigger story around us, which is part of what we're experiencing now, which is that our dreams are being somehow crushed and deflated by the fact that our world is in this precarious position through the global climate changing situations and all kinds of other issues. En ik vind juist ook de kunst die gaat over die klimaataantasting en over zaken die het klimaatverandering tegengaan. Ja, dat vind ik fantastisch, dat de kunst juist teweeg brengt om daarover na te denken. En het is soms wel eens confronterend, maar het is juist zo belangrijk dat we erover na gaan denken en dat we daar wat mee aan gaan doen. Ik vind juist die combinatie van kunst en landschap, kunst en water, kunst en klimaatverandering, energietransitie, welk groot onderwerp dan ook, dat kun je heel erg goed bespreekbaar maken en dicht bij mensen brengen. Het is heel erg belangrijk dat je je verhaal kwijt kunt. En dat kun je in kranten doen en dat kun je in documentaires doen. Maar je kunt het ook koppelen aan kunst. For me, art is not about innovation or newness or originality. It's about this constant reminder that we are human, that we are on a similar course in our lives and that we need to keep close to something purer, you know, not with all the distractions. We're all sleepwalking to a certain degree towards this destiny which we're constantly reminded of in the news, and we're kind of in this in-between state of we want to feel joy and hope and we also feel responsibility. So there's this kind of tension within the title, and I quite often want this with a title because I think a title for an artwork should be the kind of thing that gives it another kind of another doorway into looking at it beyond the objectness of what it is. And we are in this point where we're full of so much information, so much knowledge. That's what I mean, is that we're in this big problematic that we act and we are instantly aware of the implications of our actions, you know, but we have to be in a certain amount of denial to not all go totally fucking crazy. So this Anthropocene, the word, it's a burden, it's a big, heavy state of mind, because we have to look that everything we do, because we're also aware of the butterfly effect, all, you know, everything we've done with our immense ability as human beings has brought us closer to the awareness of how dangerous we are to our own environment. Het hoofd van Brancusi, dat is de inspiratie. Hier heb je neus, lippen, de liggende muze. En met een inzakking waar je dus op kunt zitten en hem als bank kunt gebruiken. En vandaar kon je die mooie kolk bij je werken aanschouwen. Je kon zitten op het kunstwerk en tegelijkertijd ja, ervaarde je dus echt de omgeving en de kwetsbaarheid van de natuur. Of course, in the landscape
You could have kept it small, so it's very hard to find it. But then I wanted to have this sense of, not only is it something to look at, but something to utilize. So the idea of making it larger to the point that someone could sit in it was suddenly a really fascinating possibility, that you could discover something in the landscape that was something of which had a physical quality, but had this practical thing, so you could sit in it. De gebruiksmogelijkheid van dit kunstwerk was een plus op überhaupt het ontwerp. Het ontwerp was al geïnspireerd op Brancusi en was al mooi, maar het was vervolgens vertaald als bank, als zitbank. Het moet verwonderen, het moet aanzetten tot een gesprek, tot discussie. Hè? Of iets lelijk is of niet lelijk, of past het hier wel of past het niet. Dat vind ik mooi van kunst. Maar dat je ook nog erop kunt zitten en vervolgens denkt van, hey, dat is, het lijkt wel een neus. Hey, het is een hoofd. Dat was de plus. Dat heel uitzonderlijk voor een van onze kunstwerken. Ja. Maar je kunt inderdaad, kunt er helemaal op liggen. Wat dat betreft is het wel een hele prettige bank, moet ik zeggen. Dus, so when I think of this Brancusi sleeping muse, I also in some strange way have a mental connection to Rodin's The Thinker, you know, Le Penseur, this sculpture of the thought inactive, because it's thought frozen, but there's no sign of what the outcome of this thought process will be. And this sleeping, there's no sense of what the dream is or what the muse is alluding to. It's just the sense of hope that it gives, you know, that we can dream, that we can imagine, that we can be inspired in life. Achter mij staat Adam van Rodin. En Adam is ook een kunstwerk van Kunstwegen. Kunstwegen is een kunstroute vanaf Noord-Rijn-Westfalen tot aan Zwolle, langs de Vecht. De Vecht is eigenlijk de ruggengraat van Kunstwegen. Vandaar dat we ook een plek hebben gezocht voor het werk van John Isaacs, dicht bij de Vecht. Wij hebben het kunstwerk aangekocht. En waarom? Omdat het kunstwerk heel veel reacties oproept, positieve reacties. Van mensen die dus de IJsselbindjalen hebben bezocht en die het kunstwerk hebben gezien. En we vinden het belangrijk, het is niet alleen maar dat kunstkenners zeggen van nou, het is een artistiek goed kunstwerk. Nou is het ook een mooi kunstwerk, daar gaat het niet om. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat mensen het ook waarderen in de stad en bezoekers ook. Maar ook het zet gewoon wel aan tot nadenken. En de kunstenaar heeft er echt een bedoeling mee gehad. En nou, dat is gewoon fantastisch als we dat ook ergens op een definitieve plek weer kunnen bereiken. Dat je gaat nadenken over die kwetsbaarheid van de natuur op dit kunstwerk. Nou, dan wil ik gelijk ook even het dilemma neerzetten. Want wij zijn een zoektocht aangegaan om te kijken van waar het kunstwerk dus zou kunnen staan. En die hebben we nog niet gevonden. Want het blijkt namelijk heel veel plekken waarvan wij denken, nou dat moet kunnen, kan dat dus toch niet in verband met de ecologie. Dus hij ziet er nog goed uit en ze ligt te wachten op zijn definitieve standplaats. I would like really, because I was very impressed with that building in Zwolle with the egg on top of the roof. So if you could put the sculpture on top of that, that would be fantastic. Het ingewikkeldste deel was zeg maar het ambtelijke traject. De overheden meekrijgen, maar ook de eigenaar van het terrein. Om die achter de keuzes te krijgen die je hebt gemaakt en wat je graag zou willen. En ook vervolgens om daar aandacht voor te houden. Want over het hele traject ging pakweg 1,5-2 jaar. En ondertussen waren 2 ambtenaren of 2 medewerkers vervangen die niet waren meegenomen in het traject. En dus aan het eind toch wel heel veel voor problemen hebben gezorgd. Als ik een tip mag geven wat betreft kunst in de openbare ruimte, dan vind ik dat er gewoon meer geïnvesteerd moet worden in kunst in de openbare ruimte. Daar wil ik mijn hart voor maken. Dat heb ik de afgelopen 4 jaar ook al gedaan. Maar dat is echt belangrijk, want het kunst verbindt. Het heeft ook een sociaal doel, hè? Door met elkaar te ontmoeten bij de kunst. That's why maybe an answer to the question where it should be. Maybe it's worth, As the city owns it now, maybe they should try it in somewhere where there's a bit more traffic. See how it goes down. Maar we zitten nu in een fase dat als wij niet in staat zijn om de gemeenten en de provincie weer te interesseren, dat wij als bestuur een punt zetten achter Kunstwegen.
zie het wel hoopvol tegemoet, laat ik het zo zeggen. We zijn goede stappen aan het zetten. Maar iedereen moet wel weer aanhaken. En als dat niet lukt, dan helaas pindakaas. Maybe it's interesting to look at art in public spaces, not at what's in the space, but what's absent. I think for me, quite often, when you're looking at an artwork, it's what's missing that's more significant. Most of the work I do, pretty much all of it, is done because for some strange reason, I think the world needs to have this object in it. You know, it's not done just for my own pleasure, it's because I want to see this in the world, and I want to share this with other people.